De eigenaar van een slijterij in Uithoorn had vorige maand de familie Meiland in zijn winkel staan. Zij zaten toen midden in de opnames van hun reality soap Chateau Bijstand, waarin ze op bijstandsniveau leven. Ze boden aan een paar uur te komen werken in ruil voor wat flessen wijn, vertelt hij in de story. Dochter Maxime Meiland heeft uiteindelijk een zaterdagochtend lang meegedraaid in de winkel. Dat was lachen, gieren en brullen. Nee, dat is niet uitgelekt. Ik heb een contract moeten ondertekenen. Ik mocht niet zeggen, niets op Facebook plaatsen. Helemaal niets. Het is een lieve meid, maar niet erg slim, zegt de drankslijter. Maxime is een leuke meid. Op tv komt ze niet al te snugger over. Ik dacht eerst, dat zal wel gespeeld zijn. Maar dat is niet zo. Ze heeft geen al te hoog IQ. Absoluut niet. Heeft hij een voorbeeld van Maxime's gebrek aan intelligentie? Ik had een man in de winkel die 2 biertjes kwam afrekenen. Dat kostte €5,55. Dus die man legde 3 muntjes van 2 neer en zei, ik doe er wel een stuiver bij. Toen gaf Maxime hem €1 terug. Ik zag de cameraman toen al vreemd kijken en oogcontact zoeken. De klant zei toen, ik krijg 50 cent terug hoor. Oh, oh, dat zal dan wel, zei Maxime, maar het is echt een leuke meid. Nee, ze komt niet nog een keer werken. Dit was eenmalig. One step in, 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 one step